play-off wedstrijd. STV Lycurgus 3-2. Ze zijn weer in de race voor het landskampioenschap. Een betere opstanding van Tilburg STV vandaag gezien? Ja, dat denk ik in die zin wel. Vorige week hebben we niet geleverd wat we kunnen leveren. En dat hebben we vandaag gedaan. Was er wezenlijk anders vandaag als vorige week? Ik denk de overtuiging dat we konden winnen. Vorige week toch nog wat onzekerder in het veld. En uiteindelijk nekte ons dat in die eerste twee sets aan het einde. En dan wordt het een moeilijk verhaal. En vandaag bleven we gaan. En pakken we die eerste twee sets dus net wel. Het was gewoon de drang om zo graag te winnen bij mij was vandaag aanwezig. En dat vandaag maakte deze overwinning echt gewoon super. Wat was volgens jou het verschil tussen vorige week zaterdag en vandaag? Ik denk ook beleving in het team. Het zijn tweelingen die hebben gespeeld. Zoals individu hebben, moesten we er goed over nadenken. Wat willen we precies? Willen we wel de finale halen? En hoe graag willen we dat? En dat is zeker naar mij toe dan. Dat ik even moet nadenken van, you know, hoe serieus neem je nou eigenlijk de finale? En de tweede was in het team vandaag ook meer een bepaalde sfeer, een bepaalde goedkeuring. En als iemand het minder deed, andere speler, dan nam het team dat op. En dat was heel leuk om te zien. En voor elkaars zwakheden compenseren. Dat wij dan meer doen op dat moment. En dan komen we weer op onze basis. Dat is echt geniaal van mij. De derde set viel je aanvoerder Dirk Sparredans uit. Hoe is het daar nu mee? Ja, goed, dat is lastig. Hij sprong op een voet van iemand anders. Ging door zijn enkel, maar daar heb je heel veel verschillende gradaties van. En ja, dat is eigenlijk 24 uur afwachten om te kijken hoe het zich precies ontwikkelt. Hij kon er net al wel weer wat op steunen, dus er is op zich nog wel een kans dat hij woensdag weer gewoon inzetbaar is.